Goedemiddag. Het is voorbij gevlogen. Hij heeft zijn werkkamer al bijna helemaal opgeruimd. Toch wil hij er nog één keer het land toespreken, want hij is trots op Nederland. Er is hier geen oorlog. In Nederland mag je zijn wie je bent en houden van je wilt van wie je wilt. Maar niet alles ging goed in al die jaren dat hij premier was. Ik heb van dichtbij de mooiste dingen mogen meemaken, maar ook de meest verdrietige en moeilijke gebeurtenissen. Mark Rutte vertelt dat hij dingen die misgingen heel moeilijk vond, zoals schulden die ouders kregen door fouten van de overheid en dat huizen kapot gingen door gas dat uit de grond werd gehaald in Groningen. Ik heb zoveel gesprekken gevoerd met mensen die zich niet veilig voelen in hun eigen huis. Met ouders die alles zijn kwijtgeraakt door de schuld van de overheid. Die gesprekken zullen me altijd bijblijven. Iets anders wat veel indruk maakte was Ik de nog aanslag nog... op MH17. Dat was zo groot, dat laat ik me nooit meer los. MH17 was een vliegtuig dat boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Er zaten veel Nederlanders in. Niemand overleefde de aanslag. Over een paar weken is dat tien jaar geleden. Voor mij persoonlijk is MH17 misschien wel de meest ingrijpende en meest emotionele gebeurtenis uit het hele premierschap. Ook de coronatijd zal hij niet snel vergeten. Corona raakte aan alles. Het raakte aan de toekomst van onze jonge mensen. Het was voor te veel mensen een tijd van eenzaamheid. Maar, zegt Mark Rutte, hij zag in zijn tijd als premier ook veel mooie dingen. In een gaaf land, zoals hij zelf zegt. En ik geef toe, ik heb dat misschien één of twee keer te vaak gezegd. Maar dat komt omdat ik het meen uit de grond van mijn hart. Ik vond het een eer om jullie minister-president te mogen zijn. En ik heb het met ongelooflijk veel. Plezier gedaan. Dank. Dank. Dank.